Je moet eerst in voorgloed, maar anders staat hij niet. Johan van Maren is 67 en stuurt al een paar jaar als vrijwilliger de historische boevenbus langs de mooiste plekjes in het gevangenisdorp Veenhuizen. Hij is een van de 12 chauffeurs voor de 3 boevenbussen van het museum. En dat zijn op hoogtijdagen veel te weinig vrijwilligers. En dat betekent dat we in hele drukke periodes, zoals de afgelopen zomervakantie, maar ook op momenten dat we heel veel reserveringen van groepen hebben, chauffeurs heel vaak moeten inzetten. Dus dat betekent in feite dat ik roofbouw pleeg op de chauffeurs. Johan wil ook graag versterking van het team, want 4 keer per week op de boevenbus, zoals afgelopen zomer, lijkt wel op werk. En dat is nu net niet de bedoeling. Het moet wel leuk blijven. Nou, ik rijd op een boevenbus omdat ik het leuk vind om op zo'n oude bus te rijden. Maar ook om de sociale contacten die je dan hebt overdag. Met al die mensen die op de bus komen, maar ook met je collega's. Met je collega's gidsen en kassamedewerkers. Ja, dat is gewoon leuk om dat te doen. Maar het is niet voor iedereen weggelegd. Je moet de nodige buspapieren hebben en elke 5 jaar een rijvaardigheidstoets willen doen. Maar dat is nog niet alles. De persoon moet natuurlijk klantvriendelijk zijn. Je moet het leuk vinden om met mensen om te gaan. Je moet het ook leuk vinden om je toch wat te verdiepen in de historie van Veenhuizen. Want daar krijg je veel vragen over. Ja, en je moet het heel erg leuk vinden om op zo'n oude bus te rijden. En dat is natuurlijk ook wel heel erg stoer. Dus nog meer stoere mannen gezocht, zoals Johan. En het liefst een paar Johanna's. Zo, we hebben weer verdiend voor vandaag.